Voor ons staat Kees de Kuiper. Woonachtig in Vrouwenakker. Hoe lang al? Ruim 35 jaar. Hoe bent u er zo terechtgekomen? Ik ben er terechtgekomen omdat ik een onderneming had. Welke op een gegeven moment in de midden 70 jaren erg moeilijk in een andere gemeente terecht kon komen. En wij konden daar dus een toenmalige zand- en grindwerf van een beurtschipper konden we daar overnemen. En dan mochten we ons bedrijf vestigen. Dat hebben we gedaan. Wat is zo leuk aan Vrouwenakker? Het leuke van de Vrouwenakker is dat het een kleine hechte gemeenschap is. Het is goed te overzien. Het is een lintbebouwing langs de rivier de Amstel. Weet u waar de naam Vrouwenakker vandaan komt? Ja, de naam Vrouwenakker dat heeft een oorsprong te maken met de Kwakelse gemeenschap aan de andere kant van de brug over de Amstel. Dat noemen we dus de Kwakel. En veel eeuwen geleden was er dus een akker waar de vrouwen op werkten. En dat behoorde dus tot de provincie Noord-Holland. En daar hebben wij vroeger ook tot behoord. En we hoorden dus tot de Kwakel. Heel veel gemeentes, daar heeft Vrouwenakker onder geleid. Ja, we hebben dus in ruim een eeuw tijd hebben we niet alleen behoord tot drie provincies. Eerst Noord-Holland, naderhand Utrecht. En nu dus de laatste tientallen jaren horen we bij de provincie Zuid-Holland. Maar we zijn ook diverse keren van gemeente veranderd. Toen ik er kwam wonen, ruim 35 jaar geleden, toen behoorden wij tot de gemeente Meidrecht. En bij de fusie van de gemeente Meidrecht tot Rondevenen zijn wij overgegaan in een ruil met de gemeente Woerden. Die ging naar de provincie Utrecht en wij zijn toen terechtgekomen in Zuid-Holland. En we zijn komen te vallen onder Nieuwveen. Wat naderhand weer een fusie geworden is met Zevenhoven tot Liemeer. En ja, de laatste aantal jaren behoren we dus tot Nieuwkoop. En we zijn dus veruit de kleinste kern van de gemeente Nieuwkoop. Hoe bevalt dat? Ja, dat bevalt wel goed. Alleen ja, het is wat onoverzichtelijk geworden. Omdat we dus, ja, we horen wel tot Nieuwkoop. Maar we hebben eigenlijk heel weinig belangen. Het enige wat we dus gebonden zijn, dat is de plaatselijke basisadministratie van Nieuwkoop. Maar verder hebben we eigenlijk, ja, weinig met Nieuwkoop te maken. We zijn sociaal gezien, zijn we wat meer gebonden aan de andere kant van de brug van de Amstel, aan het dorpje de Kwakel. Omdat daar het culturele leven plaatsvindt, het verenigingsleven, het sporten en het kerkelijk leven. Wat maakt Vrouwenakker zo leuk om te wonen? Vrouwenakker maakt leuk om te wonen dat het een vrij hechte kleine leefgemeenschap is met een, ja, toch wel, mag ik wel zeggen, een speciale mentaliteit. En daar bedoel ik mee een beetje een Kwakelse mentaliteit. Dat betekent, als er gewerkt moet worden, wordt er ontzettend hard gewerkt. Maar als het feest is, is het ook ontzettend hard feest. Wat voor soort mens woont er nou in het Vrouwenakkerse? Leuk, omdat er dus als je wat wil, activiteiten wil ontwikkelen, dat dan op een gegeven moment de mensen zeer bereid zijn om eraan mee te werken. Mensen zijn erg trouw. Je kan dat ook merken, bijvoorbeeld met verkiezingen, aan het percentage opkomst is zeer groot. De mensen die daar wonen, en dat vinden wij wel jammer, worden steeds ouder. We hebben te maken op het ogenblik met een groot stuk vergrijzing, omdat er dus in al die jaren dat ik daar nu woon, ruim 35 jaar, er nagenoeg buiten de particuliere om geen woningbouw plaatsgevonden heeft. Daardoor trekt de jeugd, trekt weg. En ja, dat is jammer. En nu is het zo dat u 35 jaar geleden daar bent komen wonen. Hoe is het zo veranderd allemaal? Nou, het verandert. Het is heel successievelijk veranderd. Er worden wat oude huizen afgebroken. En heel langzaam worden dus op een gegeven moment krijgen we wat nieuwe huizen. Je ziet weinig verplaatsing van mensen. Dus het is een vrij hechte, vaste gemeenschap. En de winkels? Hoeveel zijn er daarvan? Ja, dat is een beetje een probleem. Toen ik er kwam wonen, 35 jaar geleden, toen was er dus nog een kroeg was er nog. Er was nog een heel klein supermarktje. En ja, op dit moment is er dus voor de dagelijkse levensbehoefte helemaal niets meer. Het enige wat er dus nog is, is een woninginrichting met pakket. En er is nog een tankstation aan een fietsenzaak. Maar daar hebben we het zo'n beetje gehad. En de scholen dan? Ja, de scholen, dat is dus, we zijn dus volledig aangewezen, zowel voor de scholen als de kinderdagverblijven, op de Kwakel. We hebben dus in onze gemeenschap dus geen scholen. Maar u blijft er wonen? Voorlopig, zoals het er nu uitziet, blijf ik er wonen. Want we hebben een enquête gehouden onder de bevolking. En het grootste deel van de bevolking wil gewoon daar blijven wonen. Het is zelfs zo dat als de gemeente ooit daar nieuwbouw zou plegen, is er een grote vraag, zowel van ouderen als jongeren, om daar in de Kwakel, of in de Kwakel, in de Vrouwenakker, te blijven wonen. Ja. Dus u raadt aan de gemeente woning bouwen? Ik denk dat dat zeer noodzakelijk is om de leefgemeenschap op een gegeven moment niet verder te laten vergrijzen.